De minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Immigratie van Antigua en Barbuda, Jed Green, heeft donderdag een bezoek gebracht aan onze minister van Buitenlandse Zaken, Ildis Polak-Beagley. De bewindsvrouwe ziet het bezoek van Green als een opleving in de relatie tussen Suriname en Antigua en Barbuda. Kort na zijn aankomst voerde de minister uit het Caribisch eiland gesprekken met vertegenwoordigers van de SLM en Fly Always. Met Gerard Lau, directeur van de SLM, en Amichan Jou, directeur Fly Always, werd gesproken over de luchtvaartsamenwerking. De mogelijkheden om een verbinding te hebben met het Caribische eiland, maar ook een verbinding vanuit dat eiland naar Amerika, Miami, Orlando enzovoorts. En we hebben gesproken over de potentie van de verschillende maatschappijen die daar opereren en uiteraard ook de SLM. Grote lijnen, de voorgenomen het idee om een luchtverbinding op te zetten tussen Suriname en Antigua, waarbij we ongeveer 1,5 jaar zijn begonnen met de voorbereidingen. En nu in feite in een eindfase zijn beland. We hebben gesproken over de strategie uiteraard van de SLM. En dat is om door middel van samenwerkingsverbanden te groeien. Dus het was eigenlijk een heel goed moment om te kijken in hoeverre er samenwerkingsverbanden gecreëerd kan worden. Iets te creëren voor zo'n route die heel interessant lijkt. Maar gelet op de goede relatie tussen Suriname en Antigua is de wens aanwezig door beide landen dat ze graag een vliegverbinding met elkaar willen hebben. Amichan Jou, directeur Fly Always, en daarvoor Gerard Lau, directeur van de SLM. Zij hebben met minister Chad Green van Antigua gesproken over de luchtvaartsamenwerking. De ontmoeting vond plaats in de vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken.